Zo, de tweede video in mijn verdieping van bepaalde thema's van Lightburn heeft te maken met een opmerking die ik gisteren kreeg van een gebruiker die zei van ik heb dus een nieuwe Ortho Lasermaster 2 Pro. En als ik een cirkel teken, dan is die cirkel niet echt een cirkel bij het moment dat ik hem laser, dan is het geen echte cirkel meer. Ik heb al aangegeven, voor zover ik weet, er zullen ongetwijfeld meer mogelijke redenen zijn, hoor, maar voor zover ik weet zijn er eigenlijk twee mogelijke oorzaken. Oorzaak 1, de cirkel die jij tekent is niet exact een cirkel. Wil je een exacte cirkel tekenen, dat weet hij overigens ook, geen probleem, houd je je shift-toets ingedrukt. Dan het rondje, laat eerst de knop los, dus de knop de muis los, zeg maar, en dan pas die shift-toets los. Om nou vast te stellen dat dit een echte cirkel is, selecteer ik hem en kijk ik bovenin, naast het slotje. Je moet de breedte en de hoogte dus identiek zijn, 147,5 in dit geval, bij allebei. Dit is dus een echte cirkel. Ja. Stel nou, je tekent die cirkel en je doet het net niet helemaal goed. Dat kan, hè, want dat heb ik zelf ook last van als ik video's maak. Hoppakee, nu heb ik het niet goed gedaan. De manier, het lijkt een cirkel voor mijn ogen, ik heb slechte ogen, het lijkt voor mij een cirkel, is het niet. Als ik boven ga kijken, zie ik namelijk dat de breedte en de hoogteverhouding niet consistent is. Ja. Ik ga dat dus aanpassen. Dat doe ik gewoon hier in dat veldje breedte en hoogte. Wel even oppassen dat het slotje niet dicht zit. Want als het slotje dicht zit en ik verander bijvoorbeeld de breedte, dan verandert de hoogte automatisch mee. Want dat betekent dat slotje dat je ze aan elkaar verbindt. Op het moment dat ik het slotje losmaak, dat doe je gewoon door erop te klikken, ja, kan ik de breedte en de hoogte afzonderlijk ingeven. Stel ik wil die diameter, die is dan iets van 130 hebben, zeg maar. Dan verander ik ze allebei gewoon in 130 en daarmee kan ik vaststellen dat dit echt een 100% cirkel is. Nou, als ik dit nu ga laseren, moet dat dus ronduit komen op jouw laser. Als dat dus niet zo is, hè, nogmaals, eerst checken of die cirkel hier ook werkelijk een cirkel is. Dat is heel belangrijk, want anders dan is je perceptie al verkeerd. Dan zijn er wat mij betreft is er eigenlijk één. We hebben net al even, want ik heb een kleine video gemaakt beneden bij de laser. Die krijg je zo meteen te zien. Vast dat het eigenlijk misschien twee zijn, maar één had de gebruiker al gedaan. Je hebt van die moeren zitten, daar waar de wieltjes zitten. Eigenlijk is dat ervoor wanneer zeg maar, jij die hele gantry, dus dat ding wat heen en weer gaat, die x-as, zeg maar, die over y ook nog eens beweegt en over x beweegt. Wanneer daar een wobbel in zit, ja, wanneer dat een beetje los zit, dan moet je die moeren aandraaien. Dat zou een oorzaak kunnen zijn, maar ik moet je eerlijk zeggen, uit de fabriek levert Ortho die apparatuur behoorlijk goed. Dus meestal zit dat wel goed. Bij mij heb ik daar nog niet aan hoeven zitten en ik voel daar echt geen beweging in. Echter, wat wel nog een dingetje is, dat zijn de riemen. Op de X-as, dat is die riem die helemaal bovenop loopt, daar heeft Ortho hem al gemonteerd. Normaal zou je daar niet al te veel aan moeten hoeven doen, maar mocht je dat willen, dan heb je in die video zo meteen krijg je te zien waar je dat kunt aanpassen. Maar die andere twee riemen, die zijn over de Y-as, die heb je zelf gemonteerd. En als je die te strak of te los, ja, dat is een lastige, hè? Te strak, wat is te strak, wat is te los? Nou, te strak is als je hem bijna niet in kan drukken, zeg maar, die riem. Hè? Dus je kunt die riem bijna geen beweging meer in krijgen. Als je erop drukt, dan is hij duidelijk te strak. Te los is eigenlijk wanneer hij te los hangt. Dus wat ik zeg is, hij moet eigenlijk op de plek waar die wieltjes zitten, daar kun je zeg maar als het ware even je vinger, net als over een harp, over een snaar van een harp laten gaan. En eigenlijk moet hij als het ware, net als een harp snaar, een beetje van zing zeggen, weet je. Dat doet hij niet, want het is een riem. Maar je voelt een beetje dat idee van, oh, dit is een gitaar, weet je, of zoiets dergelijks. Nou, dat is eigenlijk de juiste spanning die hij moet hebben, maar het is verder heel moeilijk te zeggen. Zijn die nou te slap, moet dat weer aangespannen worden. Een hele kleine tip misschien, is dat als je gaat kijken naar datgene wat hij gelezen heeft, die niet helemaal cirkel dan, waar is die uit verband? Is die uit verband over de X of over de Y-as? Kijk, als die over de X-as uit verband is, dan zou het eerder die riem zijn die bovenop zit. Als die over de Y-as niet goed is, dan zou het een van die twee riemen links en rechts moeten zijn. Bij mij weten zijn dat de enige drie factoren dus, hè, dus A in Lightburn of die cirkel wel rond is, B of die moeren goed vastzitten, maar normaal zou je daar niet aan moeten hoeven komen, dus oké, goed, ik snap dat je het controleert. De derde is de riemen. Ja, een van die drie vermoed ik. Ja, als het daarna nog niet rond is, zou ik persoonlijk contact even met Ortho net opnemen.
Ik heb begrepen, ik heb het zelf nog niet hoeven doen, maar ik heb begrepen dat ze relatief snel reageren. Maar volgens mij moet een van deze drie de oorzaak zijn. Dit is de in-depth video over zeg maar, het feit dat datgene wat je lasert, bijvoorbeeld niet rond is, terwijl je wel iets rond getekend hebt. Ik hoop dat je dat dan hebt. Daar. Even iets over de tweede oorzaak die mogelijk ten grondslag kan liggen aan het feit dat een cirkel die je maakt niet helemaal een cirkel wordt die lasert. Ik had een gebruiker die zei van, ik heb die bouten hier op die wieltjes aangedraaid, of die moeren op die wieltjes aangedraaid. Nou, waar die moeren voor zijn, is wanneer er een soort beweging hierin zit, wanneer dit naar links naar rechts beweegt. Daar zijn die moeren voor, dan moet je ze vastzetten. Die zitten zowel daar, als ook aan de andere zijde. Maar ook daar zit bij mij geen beweging in. Maar ook hier, hierachter met name, op de X-as. Ja? Oké. Dat zijn niet degenen die dus zorgen voor, die zorgen wel voor meer stabiliteit. Het is ook niet zo dat het daar niet aan zou kunnen liggen, maar de kans is wat kleiner. De grootste kans die je hebt dat de oorzaak, zeg maar, als die aan het materiaal ligt, dat is de tension of the belts, oftewel de tension van de riemen. Kijk, en eigenlijk moet een beetje klinken als een soort van een gitaar string, zeg maar. Hij loopt hier helemaal in. Als hij nou niet strak genoeg is, ja, in dit geval gaat het net aan. Ik denk dat hij iets losser gekomen is in het loop van het gebruik. Dan zul je hem moeten aanspannen. En dat kan je dus doen met hier die bout losdraaien, aantrekken, dichtdraaien. Datzelfde geldt voor die riem aan de andere kant. De beste plek om te voelen of die goed zit is eigenlijk, oppassen dat mijn vinger niet in de weg zit, hier zo is het iets strakker. Iets, niet ook niet veel, ook een beetje los aan het komen. Dus in feite zou ik het een keer aan moeten spannen. En een derde die er is, die zit hierin. Hier zit er dus ook eentje. En die wordt aan deze kant met die bout aangespand. Maar de meeste kansen, zeg maar, als het gaat om het skippen van stukjes of niet helemaal lekker laseren, dan is het fijn dat heel vaak de riemen. En dat was de tweede waar ik op wijs. De eerste, zoals we net gezien hebben, zit in Lightburn.